bij. Welkom bij Topnames, de eerste uitzending in 2020. Uitzending in het jaar waarin wij de 10 jaar gaan volmaken, Stekel. Ja, Deo Volent. Heet dat zo? Ja, als God het wil. Als God het wil, ja, oké. Okay. Wij zijn het vast van plan. Ja, zeker. Dus, en ik ben Peter Johannes Blom, dus ik ga ervan uit dat God mij welgezind is. Ja. Floor, leuk dat je bent. Floor van der Steen, je bent van Max Organic Mint, zeg je toch? Ik zeg Max is Organic Mint, maar... Maar als je in het buitenland bent, zeg je dat dan ook? Of zijn jullie echt een Nederlands product nog? Nee, dan zeg ik misschien wel Max is Organic Mint. Ja. Goed, wat doen jullie? Wij maken pepermunt, dat beter gemaakt is dan dat wat je tot nu toe in de supermarkt vond. Max is Mint, Mint on a Mission, zeggen we. Zijn namelijk niet alleen biologisch, maar ook 100% natuurlijk. Er zit geen gelatine in, dat vind je best wel vaak in pepermunt terug. En wordt in blik verpakt, omdat blik oneindig recyclebaar is. En dat laten we bij een sociale werkplaats doen. Dus we proberen eigenlijk pepermunt te maken dat duurzamer geproduceerd wordt. Ja. En tegelijkertijd ook leuk en lekker is. Ja, fantastisch. En dan denk ik altijd meteen, hoe begin je? Ja, waar ligt de oorsprong van dit? Je wordt op een ochtend wakker. Ja. Ik ga pepermunt maken. Ja. Ja. Nou, zeg kan, al de keuzes die je die dag had, heb je deze gekozen. Hoe is dat gegaan? Ik maak Max's Mint samen met mijn vader, Pieter. En Pieter heeft de achtergrond in de zoetwaren. Die is onder andere directeur van Sportlife geweest naar allerlei soepjes. Ja. Ik heb een achtergrond in de duurzame voeding. Ik heb onder andere bij Markt met de Q, de duurzame supermarktketen, gewerkt. En met zijn zoetwaren insteek en mijn duurzaamheidsachtergrond zijn we samen gaan kijken in het zoetwarenschap. Wat zien we nou? Wat zien we? Waar ligt de innovatie en wat mist er? En dan zie je heel veel op het chocoladegebied. We hadden het er net al even kort over. Tony Chocolonely, ja. Precies. En veel in de koekjes. En pepermunt, ja, daar zie je al 30 jaar Smint. En misschien wel 100 jaar King en Wilhelmina. Niet dat dat per se slechte merken zijn. Maar we dachten wel, daar is nog een verbetering te maken. Dus toen zijn we begonnen met, oké, als wij dat gaan doen, hoe moet dat er dan uitzien en heten en gemaakt worden? En waar moet maar het dan voor wat doen? Jij nu vertelt, is dat letterlijk zo gegaan? Dat je met je vader voordat Rick ging staan en zegt, wat kunnen we hier nou aan verbeteren? Ja, ik zie dat dan opeens helemaal vol. Wat gaaf. Ja, we zijn echt in de supermarkt gaan kijken naar, oké, wat ligt er en wat denken we dat we beter kunnen doen? Hey, en wat je vaak, als je het over start-ups beginnen bedrijven hebt, dan begint het daarna, zeg maar ook in, je hebt je idee, dan ga je marktonderzoek, marktvalidatie doen. Hè? Is dit waar mensen behoefte aan hebben? Hoe hebben jullie die stap gezet? Of hebben jullie die niet gezet? Dat hebben we wel gedaan. Niet heel uitgebreid, om heel eerlijk te zijn. We hebben met name gekeken naar, is er ruimte? Weet je, wat ligt er aan concurrentie? Wat we op marktonderzoekgebied daarnaast ook gedaan hebben, is kijken... maar dat is meer theoretisch gezien naar rapporten. Hoe staat het eigenlijk met de verkopen van duurzame producten, met de verkopen buiten de deur? Hoe ziet het pepermuntschap eruit? Zit daar, wat gebeurt daarin? En toen zagen we op het gebied van pepermunt dat het naast chocolade op dit moment de enige, denk ik, of in ieder geval de snel stijgende zoetwarencategorie is. En dat er nog geen duurzamer alternatief voorhanden was, terwijl er wel steeds meer consumenten op zoek zijn naar duurzame alternatieven. Dus dat was zeg maar echt het vooronderzoek. En daarna zijn we gaan zoeken naar een producent die ons kan helpen met de productie, met onze smaken. En toen we daar wat testen mee hebben, natuurlijk heel veel om ons heen gaan laten proberen. Wat vinden jullie ervan? Feedback op gaan halen totdat we een product hadden. Ja. Hey, en dit bedenken is één. Hè? Dus dat je bedenkt, oké, er zou zoiets moeten zijn. Mm-hmm. Want we kijken in het schap, et cetera. Maar daarna kom je op productie. In het productiecyclus kom je terecht. Ja. Wat zijn jullie daar terechtgekomen? Welke problemen kom je dan tegen? Genoeg. Ja. het van niets naar iets is natuurlijk een heel interessant proces. Omdat je eigenlijk, er ligt nog geen enkele grens. Alles kan nog. Dus dat begon met, eerst een fabrikant, wat ik net al zei. Daar zijn er niet zo heel veel van. En daar moet je natuurlijk ook een goed gevoel bij hebben. Dus dat was eigenlijk wel echt het uitgangspunt om mee te beginnen. Dus wij hebben een fabrikant gevonden die al pepermunt maakte, maar nog niet op deze manier met deze duurzaamheidsvoorwaarden en ook nog niet in deze smaken. Dus eerst met de fabrikant in gesprek, daarna wat voor type verpakking, hoe zit dat qua duurzaamheid, wat is er mogelijk.
Ja, en dan toen we dat eenmaal duidelijk hadden, dan heb je al best wel een omleiding in welke kant je op gaat. En dan kom je met branding, hoe moet dat gaan heten, hoe moet het eruit zien. Ja. En waar loop je dan tegenaan? Ja, heel veel. Ik denk dat eigenlijk dat stuk ons nog best wel relatief makkelijk af is gegaan. Dat het opbouwen van de distributie, dat we daar meer uitdagingen in hebben. Maar heb je ook met, zeg maar, ik vertelde jou voor deze uitzending dat we hier KVJ Never in de uitzending hadden. En dat ging niet over dit product, maar die waren bijvoorbeeld bezig met een alcoholvrije jenever. Ja. Nou, dus dan krijg je, dat zijn nogal uitdagingen. Hoe hou ik iets overeind qua smaak bijvoorbeeld? Ja. Wat voor dingen zijn jullie tegengekomen? Wat kon je niet, zeg maar, qua smaak? Wat is het verschil tussen dat hele duurzaamheidstraject wat je in wil gaan en de smaak waar mensen aan gewend zijn? Daar zitten ook verschillende dingen aan. Bijvoorbeeld, wij maken menthol peppermint, wat een vrij voor de hand liggende smaak is. Die was in eerste instantie niet zo heel erg fris, of althans niet fris genoeg, zoals wij dat wilden. Dan ga je dus zoeken met die fabrikant naar hoe kunnen we dat frisser maken. Nou ja, dat is in ons geval werken in de receptuur. Daar hadden we een hele grote voorraad van laten maken. En vervolgens bleek, doordat er te veel menthol in zat, dat daar een soort schuring ontstond. Waardoor die menthol weer vrijkwam uit het product. Hartstikke voedselveilig, niks mis mee. En maar als een consument het blikje openmaakt en er een soort wol in ziet liggen, ja, dan heb je toch wel een beetje een issue. Ja. Dat is... een beetje learning by doing wel, ja. En wat is nou het verschil tussen een gewoon pepermentje en die van jullie? Want er staat wel van alles op, vegan en 100% natural, allergenenvrij. Ja. Waar blijkt dat uit in de ingrediënten? Om te beginnen is pepermunt in feite gewoon suiker met een smaakje. Je hebt natuurlijk als alternatief heb je ook een pepermunt op basis van een kunstmatige suikervervanger. Daar hebben wij niet voor gekozen, want het is gewoon snoep. Je moet er niet veel van eten en het ook zo behandelen. De suiker, wat dus het hoofdingrediënt hiervan is, die is zonder gebruik van kunstmatige bestrijdingsmiddelen geteeld. Dat is wat biologisch inhoudt. En in de verdere opbouw van het product hebben we er dus inderdaad voor gekozen om geen kunstmatige kleurige smaakstoffen toe te voegen, om geen gelatine toe te voegen, wat je vaak wel in pepermunt vindt. Dus op productniveau, dus de mint zelf, zijn dat de hoofddingen die ons onderscheiden van een ander pepermuntje. En dan daarnaast hebben we dus nog, is het in blik, omdat blik oneindig recyclebaar is, wordt bij een sociale werkplaats verpakt. We hebben net onze CO2-uitstoot laten berekenen, zodat we die kunnen gaan compenseren. Dus we proberen op duurzaamheidsgebied aan alle kanten wel... Waarom? Ik ben gewoon altijd benieuwd naar de motivatie van mensen. Je slaat dus blijkbaar wel heel erg aan op vegan en duurzaam en niet op suiker. Ja, dat klopt. Terwijl we weten allemaal dat dat natuurlijk ook hartstikke slecht is. Waar komt je motivatie vandaan om juist hierop te focussen? Ja, nou... Weet je, één zo'n pepermuntje die weegt 0,6 gram. En dat is het. Dat betekent dat er 2,4 calorie in zit door die suiker. Ik vind suiker een issue. Ik vind suiker vooral een issue omdat het heel veel producten in zit waar je het niet in verwacht. Als je kipfilet koopt in de supermarkt, gaan van die plakjes, dan zit daar soms suiker in. Yeah. Weet je, allemaal van of pesto of ik weet niet. Yeah. Ja, tot en met muesli. Ja, precies. Of noem maar op. In muesli heel erg veel. Ja, dat als je chocola koopt, bedoel je, dan snap ik dat de suiker in zit. Precies. Weet je, dat zijn verborgen suikers en daarbij krijg je gedurende de dag hartstikke veel suiker binnen, waarvan je niet bewust bent. Terwijl dit is snoep. Dus je moet er gewoon niet te veel van eten en je moet er bewust mee omgaan. En dat... Ja, maar goed, dat is natuurlijk onzin. De verkoper van iets gaat niet zeggen dat je er niet te veel van moet eten. Nou, ik zeg dat wel. Ja. Maar zou die nog beter zijn als ik er onbeperkt van kan eten? Nee. Zo sta ik er niet in. Het is een snoepje. Alles is toch met mate. En als jij 3 van die dingen op een dag eet, dan krijg je nog geen 8 calorieën binnen. Ja, als je scheefjes suiker minder in je koffie doet, dan... Dat gaat veel harder. Ja, precies. Ja. Dus ik heb er ook wel over na moeten denken of ik dit nou wilde maken, omdat ik zelf eigenlijk helemaal niet zo'n zoete kou ben. Ja. Maar dat vind ik dan interessant. Waar ligt voor jezelf de grens? Want ik ben je heel gemotiveerd om een gezond, duurzaam product te maken. Ja, om een beter product te maken. Gezond is niet per se... Het is niet gezond, het is suiker. Ja. Ja, ik vind het wel een beter... Je bent eigenlijk aan het innoveren in een sector waarvan je dacht, hey, daar kan geïnnoveerd worden. Precies. En voor mij was het wel altijd duidelijk... van duurzaamheid en
Ja, voor mij was het altijd duidelijk dat ik graag in eten een toevoeging wilde, een betere toevoeging, dat ik daar mijn bijdrage aan wilde leveren. En het was inderdaad Pieter's achtergrond om dat dan specifiek op de zoetwaren toe te spitsen. Ja. En nogmaals, ik moest echt wel nadenken over of ik snoepgoed wilde maken, maar pepermunt wordt hartstikke veel gegeten in Nederland. Het is het vierde meest gegeten type snoepgoed hier. Nou ja, wat ik net zei, na chocola de enige groeiende categorie. En het alternatief hiervoor is dus dat je een kunstmatige suikervervanger eet en net doet alsof je gezond bezig bent. Dat slaat ik niet. Nee, en het is ook niet alsof daar geen suiker in zit. Er zit minder suiker in. Ja. Ja, in mijn opinie, weet je, zoek dan naar een product wat in ieder geval wat beter geproduceerd is, waarbij je geen kunstmatige troep binnenkrijgt. En ga daar bewust mee om en eet er gewoon niet te veel van. Ja. En ik snap wel dat het een beetje gek is om te zeggen, eet er niet te veel van. Maar ik denk er wel echt zo over. Ik eet er ook niet te veel van. Maar wat is eigenlijk de definitie van vegan? Ja, de definitie van vegan is dat er geen dierlijke ingrediënten in zitten. En in ons geval betekent dat dus dat we er geen gelatine in hebben gestopt. Wat je in niet alle, maar wel andere pepermunten. Ja, precies. En ik moet zeggen dat ook dat was voor ons, dat hadden we er in eerste instantie helemaal niet op staan. Alleen mensen die vegan zijn, die weten wel dat er in pepermunt gelatine terug te vinden is. Nou, en je hebt daar natuurlijk, het is een enorme hype aan het worden, hè? Vegan. Ja, alleen denk ik dat gaat dan weer meer over de hoofdkeuzes. Dat je geen vlees eet, geen zuivel. Nee, tuurlijk, maar ik zie het. Ja. Ik heb een dochter van 17 en in haar omgeving echt de een na de ander die allemaal vegan gaan eten. En ook zoeken naar producten die dat hebben. Dus Dr. Martens heeft gewoon vegan Dr. Martens. Ja, nee, maar je ziet het overal nu terugkomen. Dus het is daarom ook belangrijk, marketing-wise, zeg maar, dat jullie dat erop hebben staan. Nou, ja, ik had het er niet op. En toen ben ik door verschillende vegans aangesproken met, maar wacht even, ik zoek pepermunt zonder gelatine. Ja, en jij zet er niet op dat het een vegan product is. Waarom zet je het er dan niet op? Ja. Maar is organic hetzelfde als vegan? Nee, organic is biologisch. Ja, en waarom zijn die kleren lettertjes zo klein, wat erin zit? Ja, die lettertjes zijn zo klein omdat wij niet alleen in Nederland verkopen, maar ook in het buitenland. En in ieder land waar het verkocht moet worden, moet de taal van dat land als ingrediëntendeclaratie op een blikje staan. Ja. Dus we hebben zoveel mogelijk talen ruimte erop gepropt. Dat zijn er 3 in dit geval. Ik wou dat ik er 10 op kon zetten. Maar waarom zit er zout in? Er zit geen zout in. Toch staat minder dan 0,1. Minder dan 0,1 milligram. Oh, nou daar kan ik je geen antwoord op geven. Ik weet het niet. Ja, ik zit allemaal heel vervelend. Ik zou het echt niet weten. Ja, maar de ingrediënten, hou het maar even vast. Ja. Johan Schaaf zegt via Twitter, jullie hebben alles op een andere manier aangepakt, zo te zien. Behalve de distributie. Dat gaat gewoon via de traditionele winkel. En geen subscription model of iets anders bijvoorbeeld. Dit is een constatering van hem. Ja. Deel je die constatering? Nou, kijk, weet ik niet. Ik ben niet heel erg online onderlegd. Dus we hebben een tijdje een webshop gedaan, maar meer als de dienst voor hij degene die geen winkel in de buurt had die het verkocht. Dan ging ik dat inpakken op kantoor. Dat was hartstikke veel werk en levert helemaal niks op. Nee. Uiteindelijk wil ik zoveel mogelijk mensen helpen om een betere voedingskeuze te maken, ook al is het maar een kleine. Ja, die ga ik wel bereiken daar waar mensen hun spullen kopen. Ja. En die mensen komen niet naar mijn website, want niemand kent mij. Nee. Ja. Dus, ja. Hey, hoe belangrijk is dus verpakking, natuurlijk vanwege de duurzaamheid, maar verpakking vanwege de marketing? Hoeveel tijd en energie hebben jullie erin gestopt om eruit te springen? Nou, de ontwikkeling van het product, van idee naar product, heeft in totaal ongeveer een jaar geduurd. En op het moment dat je er eenmaal uit bent met een leverancier of met een producent en met de smaken, ja, dan gaat er wel een heel groot deel in de verpakking zitten. Ja. Ja, dat heeft wel tijd gehad. En ook omdat wij zijn gaan proberen dit als een beter product te maken. Maar als je daarmee alleen maar de mensen bereikt die toch al duurzame boodschappen deden, dan win je daar niet zoveel mee. Dus moest het een product zijn dat niet alleen aantrekkelijk is voor de duurzame boodschappendoeners, maar juist voor eigenlijk al die consumenten die gewoon normaal op pad gaan en er misschien niet per definitie zijn, maar die denken, hey, ziet er leuk uit, wil ik wel een keer proberen. Ja. Dus dat maakt de verpakking wel heel erg belangrijk. Ja. Nou ja, eens, het voorbeeld wat ik net noemde, die Kevin Jenever heeft heel veel, een bijzondere verpakking. Ja. Tony Chocoloni springt er met zijn ingewikkelde reep uit, zeg maar. Ja. Ja. Dus het zijn natuurlijk alle 3 voorbeelden waar de marketing, de verpakking, de verkoop ontzettend belangrijk zijn.
Ja, en uiteindelijk is het voor ons denk ik ook zo. Kijk, een consument koopt het de eerste keer omdat ze denken, ziet er leuk uit, lijkt me lekker. En de tweede keer omdat het lekker genoeg was dat ze het, nog, ja. dat ze het opnieuw willen hebben. Maar die eerste keer, het is een ontzettend impulsgedreven product. Dat zie je bij een kassa liggen en je denkt, oh leuk, lijkt me. Ja, ik neem het mee of niet. Maar dan moet je die aandacht kunnen trekken. En nu is jullie grote uitdaging natuurlijk. Hè? De plekken in het schap zijn beperkt. Ja. Als er een kassa is waar jij het liefste op dat... die plek wil liggen waar mensen op het laatst, als ze toch nog even staan te wachten, dit pakken. Dat is natuurlijk het grote doel, lijkt mij althans. Dat kan ik me zo voorstellen. Helemaal waar. Ja, is iedereen gevoelig voor. Ja. Hoe moeilijk is dat salesstuk? Hoe kom je daar? Ja, dat is heel interessant. Ik ben dit dus met Pieter, mijn vader, begonnen. We hebben inmiddels wel wat uitbreiding op het team. Maar dat is meer op de operationele kant. Dus ik moet de sales doen. Dat had ik nog niet eerder gedaan. Okay. Dat is heel interessant om te leren. Ja. Wat we merken, we verkopen niet alleen in Nederland, maar ook internationaal. En wat we in Nederland merkten is dat het vrij makkelijk was om op het schappen te komen in het distributiekanaal van de biologische retail. Maar waar we het meest verschil kunnen maken zijn op onderweglocaties, op tankstations en treinstations en luchthavens. Ik kom over aan tafel. Alle partijen vinden het interessant. Niemand durft echt het eerste schaap te zijn dat de dam overgaat. Ik hoop er nu misschien te zijn, maar dat is heel erg lastig. En dat is lastig om verschillende dingen. Want eigenlijk al die eindpartijen, dan heb ik het niet over de grote retailers. Daar hebben we eigenlijk nog geen interesse in, want daar is het merk gewoon nog niet bekend genoeg voor. Maar dus inderdaad over die tankstations en treinstations. Die werken allemaal samen met groothandels. En dan wordt het een beetje een kip-ei-verhaal wie nou de eerste is die een stap zet. De groothandel die wil eigenlijk alleen maar max is minst hebben als de eindklant heeft aangegeven te willen hebben. En de eindklant eigenlijk, die wil daar geen garanties op geven. Dus die zit te wachten tot de groothandel en iedereen kijkt naar elkaar. En ik probeer er doorheen te komen. Ja. En we merken internationaal dat dat eigenlijk veel makkelijker is, omdat er dan nog een partij tussen zit. Dat zijn distributeurs die vertegenwoordigen 10, 20, 500, dat maakt niet uit. Merken en die leveren al aan al die eindklanten en één product extra meeschuiven, dat is niet zo moeilijk. Dus in Polen liggen we in de Starbucks, in Dubai, in de Carrefour. En hier is dat nog niet zo. Oh ja? Maar ja, ik heb nog steeds de verwachting dat ergens dit jaar de eerste gaat en de rest volgt. Ja. Maar dat is heel lastig. Maar het moet voor jou toch ook, je zei je hebt bij Markt gewerkt, je vader kwam al uit de Zoetwaarde. Dat is toch een totaal nieuwe wereld die voor je opengaat? Ja. Valt je dan, is het je tegengevallen? Of is het eigenlijk een soort logische, die je denkt van ach, ik ga het gewoon doen? Nee, het is wel tegengevallen. Ja? Maar kan niet anders terug. Jij weet niet van tevoren waar je aan begint. Maar de taaiheid van zo'n traject? Ik denk dat... Dus een goed product maken ben je echt... Dat hadden we meer verwacht van tevoren. Dat is een klein beginnetje. Als de smaak goed is en het product ziet er goed uit... en weet je, de markt wil duurzamere producten... en wij zijn de enigen die het aanbieden... dan voor mij was 1-1-3. Dan komt dat gewoon op zo'n schap te liggen. En zo werkt het niet. Het is precies wat je net zei. Ik bedoel, er is maar een beperkt schapruimte. Een tankstation die weet precies wat ze hebben qua omzetsnelheid en qua omloopsnelheid aan de huidige pepermuntmerken die er liggen. Die weten gewoon niet wat wij gaan doen. Die hebben niet echt belang. Nee, dus we zijn een snoepcategorie. Dat staat echt ergens onderaan de prioriteitenlijst. Dus als je uiteindelijk maar irritant genoeg en lang genoeg erachteraan gaat. Ja, of als de vraag uit de markt komt, hè. Dus dan zou je eigenlijk alle locaties langs moeten gaan die dat dan weer doorgeven aan hun hoofdkantoor. Dat is heel tijds- en kostenintensief. En wie bepaalt bij het gemiddelde benzinestation wat waar ligt in het schap? Dat bepaalt het hoofdkantoor. Dat is een category manager. Ook de volgorde? Ja. Dus dat is echt tot in detail ingedeeld? Ja, echt helemaal de waterval noemen ze dat. Ja, dat is echt... op de centimeter. Je zei, ik heb dat nooit eerder gedaan, hè, die sales. Wat heb je geleerd in het sales traject? Ik heb geleerd dat geen antwoord geen nee is. Dat heb ik geleerd. Ik heb ook geleerd dat nee nu nee is, maar niet altijd nee is. Dat als je nu nee krijgt, dat de volgende category manager weer je volgende ingang is. Dus op het moment dat de inkoper wijzigt, dan kan je gewoon weer opnieuw proberen. En vooral ook, je moet op de een of andere manier opvallen. Dus als ik een e-mailtje naar ze stuur van, ik heb hartstikke leuke pepermuntjes, mag ik een keer langskomen? Ja, dan ga ik echt nooit antwoord krijgen. Nee. Dus ik heb Sinterklaas gedichten geschreven.
Nee, het is geen grapje. Een hele lange. Ik was echt trots op mezelf. echt van alles. Om maar gewoon... zo'n inkoper die krijgt gewoon echt een stapel met producten dagelijks op zijn van bureau. Van grote partijen. Maar je hebt eigenlijk ontdekt dat je een sales pitbull bleek te zijn. Nou, had nog wel wat meer gekund. Maar het gaat best oké. Okay. Ja. Okay. Hey, wat is jullie doel? Want ik neem aan dat je daar dan met je vader over praat. Ja. Je bent, neem ik aan, tevreden over het product. Ja. Ja. Waar wil je eindigen met dit? Uiteindelijk wil ik dat ons paper... Nee, dat zeg ik ga dat even in twee delen zeggen. Met Maxus Mint is ons doel dat het go-to pepermuntje is eigenlijk voor alle consumenten die onderweg zijn. En dan heb ik het niet over Nederland, maar tenminste Europa en misschien wel wereldwijd. Maar dat durf ik nog niet te zeggen. Je zei het net. Ja. Je zei het per ongeluk. Kijk, mijn persoonlijke grotere doel is dat ik mensen wil helpen betere voedingskeuzes te maken. En dat doen we nu met pepermunt. Maar dat kan ook zijn dat dat nog met andere producten wordt. Want jullie hebben eigenlijk een overkoepelend ander merk, hè? Ja, we zijn een geregistreerd bedrijf onder de naam Bricks Food. Wij heten Van der Steen en Steen naar Bricks. En Bricks zijn dan ook weer een beetje bouwsteen en voedingsstenen, nou ja, zoiets. Ja. En Maxus Mint is daar een merk van. En het is op dit moment het enige merk, maar dat wil niet zeggen dat dat zo blijft. Wat wordt het volgende? Ik hoop kauwgom. Kauwgom. Ja, okay. Maar ik heb nog geen idee hoe. Ja. Hey, en Max is de naam van je broer? Ja. Hoe heeft hij zich ertussen gewurmd? We zijn heel lang aan het nadenken geweest over namen. Pieter, mijn vader, die had allerlei namen in zijn hoofd waar ik het helemaal niet mee eens was. Ik durf niet eens meer uitspreken wat het was. En op een gegeven moment heeft Max, mijn broertje, gezegd... Pap, waarom vernoem je het niet gewoon naar jezelf? Maar Pieters, dat bekt niet zo lekker. Pieters Peppermint had misschien wel gekund. Oh, dat had wel gekund. Daar hadden wij mij aan gedacht. Ja, leuk. Maar eigenlijk was dat het moment dat voor ons een beetje de puzzelstukken op zijn plek vielen. Want Maxus Mint, het is kort, het bekt lekker, het allitereert, het kan internationaal. En het heeft ook nog wel een soort connotatie naar frisheid. En dat het dan ook nog de naam van mijn broertje is en het is een familiebedrijf, dat maakte hem af. Hey, wij zijn samen grote fans van familiebedrijven. Het is natuurlijk niet altijd goed, maar het goede aan familiebedrijven is het doorgaat. Dat ze er voor de lange termijn in zitten en niet voor de korte termijn, et cetera. Ja. Wat is jouw tegengevallen in een familiebedrijf zijn? Oh, dat is een leuke vraag. Ik moest heel erg wennen in het begin aan alleen al nadenken over wat mijn aanspreekvorm zou zijn nu zeg ik dus Pieter tegen jullie. Dat was altijd pap, maar als ik tegen jullie dit ga zeggen, ja, mijn vader, dan klinkt dat een beetje gek. Ja. Dat. Ik vind het ook wel gek dat ik af en toe... Je hebt twee relaties. Je hebt een zakelijke en een persoonlijke relatie. Dus als ik met Kerst thuis kom, dan is het gewoon... Hey, dochter, wat gezellig. Ja. Maar als het niet goed gaat, dan is het... Floor, kom jij eens even hier op het matje? Ja. Dat gaat goed, maar dat was wel even wennen. Dat was wel even uitzoeken, hoe gaan we dan met elkaar om? En hoe werkt dit eigenlijk? Ja, want het risico in dit soort dingen kan zijn, zeg maar, dat je je vader-dochterrelatie kwijtraakt. Ja, alhoewel ik altijd het gevoel heb dat dat eerder bij broer-zusrelaties gebeurt dan bij vader-dochterrelaties. Okay. Ik weet niet of dat waar is, maar ik denk... Juist eigenlijk, dat het wel... Ik weet niet, ik had heel veel contact altijd met mijn moeder, heb ik nog steeds. Maar met mijn vader veel minder. En dit heeft daar ook aan bijgedragen dat we dat meer hebben. En dan, dat heeft een zakelijke insteek. Maar we spenderen hartstikke veel tijd samen. Ja. Dus daar komt van alles voorbij. Dus ik denk juist dat het de relatie wel verbeterd heeft. Ja. Hey, zo'n product in de markt zetten kost een hoop geld. Ja, dat klopt. Hoe hebben jullie dat gedaan? Uit eigen middelen gefinancierd? Ja. Of hebben de investeerders erin? Nee, wij hebben tot nu toe uit eigen middelen gefinancierd. Ja. Dat is inderdaad, dat is aardig. Ja. En dat wordt alleen maar meer op het moment dat je opschaalt. Ja. We hebben een lange lead time, dus we moeten veel voorraad houden. Dat betekent dat we het nu zelf nog volhouden, maar dat er... Ja, ik verwacht ongeveer rond over een jaar wel geld nodig is. En we zijn nu in de oriënterende fase wat voor ons daar de beste manier voor is.
Met name omdat we dit niet gestart zijn met een exit-strategie in onze gedachten. In ieder geval niet vanaf begin af aan, want we wilden een verschil maken en niet een bedrijf heel snel heel groot opbouwen om te verkopen en heel veel geld verdienen. En een investeerder vaak wel dat van je vereist. Ook niet altijd. Nee. Ja. Dus we zijn nu aan het kijken naar wat zijn de opties. Kijk, als het puur om voorraadfinanciering gaat, dan schijn je ook werkkapitaal bij de banken te kunnen... Een stuk eenvoudiger. Ja, precies. Maar tegelijkertijd vind ik het aantrekken van een investeerder die ook daadwerkelijk betrokken is. Toegang heeft tot bepaalde markten wellicht. Exact. Dat zou wel heel interessant zijn. Dus dat zijn we nu aan het onderzoeken. Dat, Mijn laatste vraag via Johan Schaap, die op Twitter vraagt, is het makkelijk te kopiëren? Ben je bang dat Albert Heijn morgen een variant hiervan in het schap heeft liggen? Nee, ben ik helemaal niet bang voor. Nee. Ja, ja, ik denk dat we een duidelijk en uitgesproken merk neer hebben gezet. Dat we goede smaak hebben. Ze mogen wat mij betreft hun best doen. Maar ik geloof dat we aan alle kanten, zowel op verpakking als op smaak als op duurzaamheid... een mooie bijdrage hebben geleverd en een goed product hebben neergezet. En ja, het kan, maar ik ben er niet bang voor. Nee. Okay. Nee. En daarnaast hebben we ook voorsprong. We zijn goed bezig. Daarom moeten ze... Voordat ze alleen al die smaken nu gaan kopiëren, zijn ze al een tijdje verder. Daarom. Dus, en uiteindelijk willen we ook met z'n allen dat... althans, ik wil graag dat ze met z'n allen verduurzamen. Dus als ze het doen, mits het heel duurzaam is, dan gaan we zien wat er gebeurt. Ja, wel weer goed. Hey, super, ontzettend bedankt en veel succes. Ja, jullie bedankt. We blijven in de gaten houden. Voor het podium. Ja. Leuk. Dankjewel. Jullie bedankt voor het kijken en we bedanken zoals altijd Jetstream voor de livestream. Bier & Co. voor het bier. PQR voor de hosting van de website. En Freedom Lab voor de gastvrijheid. Kijk je live, blijf kijken, want zo direct is er nog een interview. Kijk je on demand. Dan weet je dat ik heb vandaag even gekeken, Stekel. Het was niet alleen, zeg maar, nog ietsje meer, maar voornamelijk is het topnames. Ik heb meer dan 1500 video's op ons YouTube-kanaal geteld. Dus als je tijd over hebt, als je ziek bent, bedlegerig, dan kan je nog heel veel mooie uitzendingen. Binnenkort allemaal eens terugkijken. Ja, binnenkort eens kijken. Okay. Dankjewel. Dag.